in het midden een wachttoren, maar met geblindeerde ramen. En gevangenen weten dat ze constant in de gaten gehouden kunnen worden. Daardoor gedragen ze zich. Degene die je ziet en zich niet kan verstoppen, die kan je beheersen. In 1966 tekende de Verenigde Naties de Wet op de Privacy. De wet zegt dat niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Iedere 6 minuten wordt er gekeken wie je belt, waar je bent of je online gaat. Die ANPR, dat is echt cruciaal voor versteviging van de opsporing. Wat zou je ervan vinden als een e-mailprovider jouw e-mail inhoudelijk zou lezen en daar advertenties naast zou aanbieden? Tegenwoordig heeft iedereen een iPhone of een Android-telefoon. Verzamelen ze ook allerlei gegevens over jouw gedrag. Wat je hebt, wat je voor behandeling krijgt, wat je voor medicijnen krijgt. Gescand in de tram, bekeken in de auto, de straten vol camera's, een foto bij de grens. Mijn belgedrag tot op de millimeter in kaart gebracht en mijn e-mails meegelezen. Is het just me of is het een tikje veel aan het worden? Veel mensen zeggen ik heb niks te verbergen. Ja. Vind je dat ook? Ik heb ook niks te verbergen. Ik heb niet veel te verbergen, dat scheelt. Zo op internet heb ik geen dingen waarvan ik zeg, daar schaam ik me voor, daar wil ik echt niet dat iemand dat ziet. Leven we al in Big Brother? Uiteraard. Er ontstaat steeds meer druk vanuit de overheid zelf om proactief op te treden. Misschien zelfs van tevoren gaan kijken welke mensen het meest geneigd zijn tot inbraken, die extra in de gaten houden. Opeens ben je verdachte in een zaak waar je advocaat op een gegeven moment tegen jou van zegt, ja luister eens, ik weet niet of je na het verhoor naar huis mag. Panopticum begint steeds toepasbaarder te worden op de hele maatschappij. De infrastructuur voor een controlestaat begint er te liggen.